Welkom bij het digitale klaslokaal. Mijn naam is Darren Christmas. Ik ben leraar Nederlands op het Bornego College in Heerenveen. En ik ga jullie vandaag iets vertellen over hoe wij presenteren bij ons op school. Presenteren op het Bornego. En voordat ik jullie precies ga vertellen aan welke eisen een presentatie bij ons op school moet voldoen, ga ik jullie eerst laten kijken naar een videofilm waarin Matt Gutz tijdens een TED-conferentie vertelt over een manier die hij heeft gevonden om rust en balans in zijn leven te krijgen. En hij noemt dat Try Something New for 30 Days. A few years ago, I felt like I was stuck in a rut. So I decided to follow in the footsteps of the great American philosopher, Morgan Spurlock, and try something new for 30 days. The idea is actually pretty simple. Think about something you've always wanted to add to your life and try it for the next 30 days. It turns out 30 days is just about the right amount of time to add a new habit or subtract a habit, like watching the news, from your life. There's a few things that I learned while doing these 30-day challenges. The first was, instead of the months flying by forgotten, the time was much more memorable. This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month, and I remember exactly where I was and what I was doing that day. Tot zover eerst maar eventjes. Nou, je hebt gezien, door te kijken naar iemand die al heel erg goed kan presenteren, kun je al heel goed een beeld krijgen van wat wel en wat misschien niet zo goed werkt. Nou, een van de eerste dingen die je waarschijnlijk is opgevallen, is dat deze man ontzettend enthousiast staat te vertellen. Hij gelooft echt zelf in datgene wat hij wil vertellen, en dat kan ook omdat het zijn eigen verhaal is. Dus het is heel erg belangrijk dat je van je presentatie op de een of andere manier je eigen verhaal maakt. Enthousiasme en je eigen verhaal maken, dus persoonlijk maken en zorgen dat je geestdriftig, dat je enthousiast bent. Want enthousiasme is heel aanstekelijk. Als jij enthousiast bent over datgene wat je vertelt, dan zal het publiek automatisch ook enthousiast worden over datgene dat ze horen. We gaan nog eens een keertje kijken naar de video. Het eerste dat je waarschijnlijk opvalt als je dit ziet, is de manier waarop hij zo ontspannen op het toneel staat. Ik ben ervan overtuigd dat dat komt omdat hij midden in de ruimte staat. Anders dan op school staat hij niet tegen een schoolbord aan, zoals je vaak wel in de klas ziet. Hij staat echt midden op het podium, op een stip, en hij blijft ook op die stip, maar hij beweegt daar wel heel vrij. En dat komt omdat hij ook in de vrijheid staat. Omdat wij ontdekt hebben dat leerlingen inderdaad vrijer bewegen wanneer ze midden in de ruimte staan, hebben wij een nieuw principe ingevoerd bij ons op school. Als je moet presenteren, dan mag je niet meer bij het bord gaan staan. Wij zullen het lokaal dan ook bij een presentatie als volgt indelen. Langs de zijkanten worden alle tafels geplaatst. En in twee cirkels komen hier alle leerlingen te zitten. Alsof het publiek is. Degene die moet presenteren moet hier midden in de ruimte op een stip staan. En de afstand tussen het bord en de stip is een meter of 2 à 3. Dus de leerling staat midden in de ruimte en krijgt daarmee de vrijheid om te bewegen. Het publiek zit in een boog om hem heen. En daardoor zal hij ook automatisch sneller contact moeten maken met het publiek. En dat kan ook. Namelijk wanneer je een beetje beweegt. Als je een klein beetje heen en weer loopt, loop je je publiek als het ware tegemoet. Nou, dat is een hele handige manier en we hebben gemerkt dat leerlingen beter gaan presenteren. Dus dat geldt ook voor jullie. Jullie moeten midden in de ruimte gaan staan op de stip die wij in het lokaal hebben liggen. Ja, en uiteraard zie je dat hij staat te presenteren zonder dat hij een briefje in handen heeft. Hij doet alles uit zijn hoofd en dat kan ook, want het is je eigen verhaal. En over het algemeen weet je dan wat je wil gaan vertellen. Het wordt makkelijker wanneer je het verhaal persoonlijk maakt, wanneer het echt jouw verhaal is. Nog iets dat je moet opvangen. De manier waarop deze meneer gebaren maakt. Met zijn gebaren ondersteunt hij datgene wat hij wil vertellen. Dus als hij iets probeert te benadrukken, dan doet hij dit gebaartje. Of hij gebruikt zijn wenkbrauwen. Hij kijkt heen en weer.
Zie je, dat handje gaat heen en weer. Hij benadrukt steeds door zijn gebaren. Gebaren maken is heel erg belangrijk. Maar niet voor iedereen is het even vanzelfsprekend. En dus zul je daarmee moeten oefenen. Schrijf gewoon op welk punt in de presentatie jij welk gebaartje wil maken. Gebaren zijn belangrijk, want daarmee wordt de presentatie heel erg levendig. Nou, je ziet, door te kijken naar een presentatie krijg je al heel mooi een beeld van welke eisen je aan een presentatie kunt stellen om een presentatie ook goed te maken. We gaan eventjes kijken. Eerste, geen speakbriefje, alles uit het hoofd doen. Tweede, enthousiasme opbrengen om enthousiast te vertellen, zodat mensen ook met plezier luisteren. Heen en weer lopen, een beetje door de ruimte, met de ruimte spelen. Gebaren maken, publiek aankijken. Ja, en iets waaraan heel veel mensen zondigen en ik ook wel, want ik begon net ook met het woordje nou. Begin nooit je presentatie met nou of ik ga jullie iets vertellen over, of nog erger, de combinatie van die twee. Nou, ik ga jullie iets vertellen over guppies. Dat is niet zo'n mooi begin. Probeer altijd met een herkenbaar iets te beginnen. Of een stel je eens voor. Bijvoorbeeld, stel je eens voor dat je in een lekker lui hangmatje op het strand ligt met een cocktailtje in je hand. En je kunt denken aan iedereen die op school zit. Zou dat niet fijn zijn? Vandaag ga ik iets vertellen over dromen. Bijvoorbeeld, dat zou een inleiding kunnen zijn. En eindig je presentatie nooit met, dit was mijn presentatie. Als het niet duidelijk is dat de presentatie afgelopen is, dan heb je niet een goed einde bedacht. Dus denk erover na hoe je afsluit en hoe je begint met je presentatie. Nou, kijk desnoods de video nog een keer. Dit zijn de eisen waaraan je bij ons op school moet voldoen. Los van de inhoudelijke eisen uiteraard, want dit is allemaal vorm, geen inhoud. Tot een volgende keer.